Vrijdag 29 november. We zijn als bestuur van de BSV Noord-Holland helemaal klaar voor de netwerkbijeenkomst met Rut Petoom. Het succes van het CDA zit in de betrokkenheid van de leden. Heb ik altijd gevonden, altijd voor gestaan, maar het is ook echt zo. Hoe vind je de netwerkbijeenkomst? Ja, erg leuk, erg gezellig. Erg veel bekenden. En ja, leuke mensen om te zien. Ik vind het erg leuk. Het is goed om mede-CDA's te ontmoeten. Maar een hele leuke spreker met Ruud Petoom. Dus geslaagde bijeenkomst. Ja, dit was ongelooflijk leuk, Evelien. Ja, het is sowieso echt heel mooi om iedereen weer even te zien. Maar wat ik zo leuk vind van deze bijeenkomst is dat en er zijn allerlei bestuurders. En er zijn gewone leden. Echt Noord-Hollanders die voor het CDA op allerlei niveaus actief zijn. En je kunt het dus ook echt hebben over zaken die ertoe doen. Dus ik vind het in een hele leuke kroeg met Brenda achter de tap. Dus ik zou zeggen, het is gewoon een geweldig initiatief. En wat ik echt heel mooi vind, jij bent hier wethouder, maar je bent tegelijkertijd ook het gezicht van het CDA, die heel goed laat zien hoe benaderbaar het CDA is, de goede dingen die jullie doen. En die stap naar de herindelingsverkiezingen van 2022, hoe verstandig, betrokken en menselijk je dat doet. Dus complimenten, ga door met die borrel. En het was heel leuk om iedereen weer te zien. Het was hartstikke gezellig. Leuk, jong, oud, van dichtbij en van ver weg om samen te zijn en om te praten over typische CDA-thema's en ook andere leuke dingen.